VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door B-Benders. Goedenavond en welkom bij VVV-TV. We beginnen deze aflevering met een terugblik op de wedstrijd tegen Heracles Almelo, die in het teken stond van 120 jaar VVV. Met een sensationele 3-1 overwinning werd het een heerlijke avond. Welkom vanuit Venlo, vanuit De Koel, waar VVV tegen Heracles gaat spelen. Het belooft een heerlijke wedstrijd te worden. VVV bestaat 120 jaar en dus voor alle supporters een stukje fly. Jansen, zo, fraaie pirouette erbij, niet een kopkans, maar wel een schietkans, het is geen buitenspel. Er is 1-1, heerlijk uitgehaald door Venema. Omhaaltje, bal bij Hart, het is geen buitenspel, het is 2-1. De Boer scoort en VVV heeft de wedstrijd omgedraaid. Dan maakt Van Rooyen hem fabuleus af. Prachtig gedaan. De zege op Heracles in de jubileumwedstrijd zorgde ook bij trainer Rick Kruijs uiteraard voor tevredenheid. De vraag is dan ook hoe lang hij nog heeft na kunnen genieten van de mooie avond in De Koel. Nou, alleen vrijdag na de wedstrijd even en eigenlijk volgende dag was weer de blik op het herstel en de volgende tegenstander. Gaat dat zo snel, ja? Kun je niet langer genieten van zo'n mooie avond? Nou, dat probeer ik wel altijd, maar dat lukt niet helemaal eigenlijk. En dat is dan vooral omdat je alweer bezig bent met de volgende wedstrijd. Tuurlijk, je bent weer aan het denken van hoe ga je dat aanvliegen. Je denkt aan de trainingsweek, je denkt aan alle zaken die erbij komen kijken. En daarbij wil je even afschakelen thuis ook met de familie. Genieten zou ik wat meer willen, maar nogmaals, lukt niet helemaal. Ik neem aan dat je tijdens de wedstrijd wel genoten hebt. Absoluut. Sowieso van de sfeer in het stadion, vooraf al. En ja, de Gambi tweede helft tussen fans en spelers was geweldig. Hoe heb je naar de eerste helft gekeken? Met gemengde gevoelens, omdat ik het niet zo slecht vond als dat er werd gedaan. Ik heb de wedstrijd natuurlijk teruggekeken. Ik vond ons best wel redelijk aan de bal. Ik vond alleen verder op het veld dat we geen vuist konden maken door verkeerde keuzes en verkeerde loopacties eigenlijk. Na de tweede helft deden we dat veel beter en hadden we veel meer diepte en werden we ook gevaarlijk. En zag je ook een bepaalde soort vastberadenheid bij het elftal om die wedstrijd te winnen. Je kunt later in de wedstrijd ook nog spelers inbrengen die misschien ook in de basis zouden kunnen starten. Wat zegt dat over deze selectie? Dat hij op dit moment heel sterk is en dat iedereen moet knokken. Maar bij het knokken ook het teamplayer is. En dat is denk ik de kracht van dit elftal. Als je ziet hoe de jongens invallen, ook beslissend zijn. Nou ja, dat maakt dat je staat waar je staat. Dan is FC Dordrecht nu de volgende tegenstander. Een iets andere wedstrijd qua ambiance misschien dan afgelopen vrijdag. Hoe werk je daar naartoe? Nou, allereerst hebben we denk ik wel wat goed te maken ten opzichte van de thuiswedstrijd natuurlijk. Waarin we de eerste dat heel slecht speelden. Twee een stuk beter speelden. Volgens mij heel veel kansen kregen. Ook wel een paar weggaven. Maar overal de bovenliggende partij waren. En ik vind dat we daarin wel wat goed te maken hebben. Wat verwacht je van Dordrecht? Nou, Dordrecht is een goed georganiseerde ploeg.
Die loert op counters, die heel gevaarlijk is ook met spelervattingen. En die toch wel best wel een paar goede resultaten hebben geboekt de afgelopen weken. Ja, ze hebben ook onlangs tegen grote teams gewonnen. Ja. Is dat iets wat je dan meeneemt richting die jongens? Je neemt alles mee, maar het is natuurlijk wel een waarschuwing dat dat is gebeurd voor ons. En daarbij mogen we eigenlijk helemaal geen onderschatting hebben, omdat we natuurlijk de thuiswedstrijd gewoon verloren hebben. En ja, dat zit me nog steeds wel dwars eigenlijk. Toch kun je na afgelopen vrijdag denk ik wel met een goed gevoel afreizen naar Dordrecht. Nee, we gaan met een goed gevoel, tuurlijk. Maar je moet daar wel leveren, anders is het goede gevoel natuurlijk direct de prullenbak in. Tegen Heracles maakte ook Sven Brake eindelijk weer minuten. De aanvoerder keerde terug na weken blessureleed. En ook hij heeft uiteraard genoten. Ja, ik denk gewoon een bijzondere avond. Allereerst natuurlijk 120 jaar bestaan. Ja, en dat je dan zo'n wedstrijd tegen Heracles mag spelen, dat is alleen maar mooi. En hoe je hem afsluit, dat maakt het alleen maar mooier. Voor jou persoonlijk ook mooi dat je weer bij de wedstrijdselectie zat. Hoe heb jij die wedstrijd beleefd in eerste instantie vanaf de bank? Ja, het was schitterend. Ik had natuurlijk in de wandelgang al wat gehoord met de sfeeracties die gingen plaatsvinden. En ja, dat was wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Jammer dat je dan niet het veld oploopt. Ik denk dat je dan nog meer een kick zou krijgen. Maar fantastisch eigenlijk. En ja, wat ik zeg, ik ben teruggekomen. Ik heb volgens mij anderhalve dag met de groep meegetraind. En eigenlijk alles aan gedaan om zo snel mogelijk bij de groep te zijn. En ja, dat je dan ook nog invalt. Het zouden volgens mij 10 minuten zijn, maar ik heb er volgens mij het dubbele van gemaakt. En ja, het was niet allemaal super wat ik deed, denk ik. Maar ik ben wel blij dat alles goed ging. Het was toch wel een behoorlijke enkel blessure. In die zin dat het niet gewoon om een kleine verzwikking ging. Maar ik heb wat ik zeg er alles aan gedaan om zo snel mogelijk fit te worden en hard gewerkt. En, ben ik blij dat ik op zo'n bijzonder moment erbij ben. Op hoeveel procent zit je nu dan voor je gevoel? Nou ja, qua pijnklachten is het gewoon tussen de 90 en 100%. Maar het echte wedstrijdfit, ja, dat moet je ook door training eigenlijk worden en ook wedstrijden spelen. Dus we zullen geleidelijk aan hopelijk die minuten steeds meer opbouwen. Je hebt zelf nog niet kunnen scoren vrijdag. Maar ik zag wel een mooie reactie van jou bij het doelpunt van Mitchell van Rooyen. Ja, ik verbaas me er zelf soms over dat ik soms blijer ben met het doelpunt van iemand anders. Als ik dat dan terugkijk, ik kan me nog herinneren ook Top Os bijvoorbeeld. Hij was dan negen in de laatste minuut. En, alsof ik hem zelf had gemaakt. Maar ja, ik stond er dichtbij en ik dacht eerst hij gaat hem voorgeven. Maar hij keek mij helemaal niet aan. Dus ik heb ook wat discussies gehad met jongens. Die dan zeggen, ja, was het bewust? Maar het was echt 100% bewust en was echt genieten. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door B-Benders.